denk ik niet dat ze dat verwachten. Dus dan is het een extra verrassing. En we hebben het ook echt wel heel goed geheim gehouden. Ik voel me gewoon helemaal zenuwachtig. Ik was helemaal in spanning, echt. Ik zag opeens een gezicht. Je zag hem eerst ook niet, hè? Nee, ik zag ook toen hij zich gezicht omdraaide. Ja. Het is maandag. Jullie is ook al. Kom je even naast me zitten dan? Ik moet ze weer eenmaal volgorde leggen. Nou, kan gebeuren. Wie geeft me de map aan? Mila pakt hem nu uit mijn hand. Nou, het was, ze wilde je heel lief helpen. Heb je ze op volgorde weer? Ja. 2 seconden had ik mijn voeten weg kunnen lopen. Als ik dat nu doe, dan zou ik omvallen. Was ik boem op Mila's schoot gevallen. Oké, gaan we eens even kijken. Wat nummer is het? 22. 22. Moet ik gelijk zo mee. Even kijken. Nee, die heb je nog niet. En dan ga ik nu even de camera weg doen, want het werkt niet. Oh, meiden zijn op school. Sarah was zo zenuwachtig, want die heeft vandaag haar spijkbeurt. En wel zielig, ze zou... de vriendinnetje Noah, die zou trakteren op school, maar die is ziek. Die heeft astma. En dus dat ging niet door. Dus daar waren we ook nog even over bezig geweest. Maar het gaat wel goed genoeg dat waarschijnlijk Sarah uit school daar wel naartoe kan. Dat zou ze ook doen. Ze zou uit school meegaan en daar blijven. Dus nu wordt het waarschijnlijk dat ik haar ophaal uit school. En dan naar Noah breng en dat ze daar wel blijft en eet en dat ik er daarna ophaal. Dus dan is het alleen dat ik even heen en weer rijd tussendoor. Maar wel heel leuk, want zo kunnen we toch... is het toch nog leuk voor Noah. En wat ze natuurlijk niet weet, is dat wij met z'n allen, met alle mama's en kindjes, cadeautjes hebben gedaan. Dus ja, dan krijgen ze toch wel een heel groot pakket met cadeautjes. In plaats van gewoon één klein cadeautje van Sarah, zeg maar. Dus dat is wel heel schattig. Ik denk wel een hele leuke verrassing. Want normaal als we allemaal komen, doen we wel heel vaak met elkaar. Maar omdat alleen Sarah is uitgenodigd, denk ik niet dat ze dat verwachten. Dus dan is het een extra verrassing. En we hebben het ook echt wel heel goed geheim gehouden. Dus ja, helemaal leuk. Ik hoop dat dat Noah de dag toch wel... een beetje toch nog compleet maakt. De tijd vliegt als je bezig bent. Ik heb allemaal van die kleine klusjes en dingetjes gedaan die altijd blijven liggen. En die zijn nu allemaal weg, maar ik kan mijn thee leeg drinken en dan kan ik alweer naar school. Maar goed, het voelt wel lekker dat al die dingetjes gedaan zijn. En ik heb de cadeautjes voor Noah, die waren wel ingepakt... Die heb ik in de tas gedaan. Ik heb een kaart namens ons allemaal erbij gedaan vast. Dus dat ligt helemaal klaar. Onderweg naar school. En ik voel me gewoon helemaal zenuwachtig. Ik ben zo benieuwd hoe de spreekbeurt is gegaan. Dat ik echt helemaal die spanning voel. Nou, nog 10 minuutjes. En ik weet het. Mila is aan het kleuren. Ja, de dametjes zijn er weer. Mila was al klaar met eten. Zij nog niet. Even door eten, mop. Voor we weer naar school moeten. En Mila maakt ook een hele leuke tekening van Noah. Die doen we er zo bij. Leuk, hè? Ik heb de meiden weer op school gebracht. Ze had de spreekbeurt alleen nog niet gedaan. Dus dat is nu deze middag. Oh, ik hoop zo dat het goed gaat. Ze weten hem zo goed. En niet dat ze daar door de zenuwen dicht slaat. Echt. Ik zit helemaal in spanning. Echt. Ik had vanochtend ook wel. Maar toen wist ik niet wanneer ze hem zou houden. En nu weet je dan dat het in deze 2 uurtjes is. Dus ik trillende handjes gewoon. Ik voel de zenuwen vorder. Oh, ik ga naar school en ik ben zo in spanning. Het zat vanochtend niet zo erg. Echt, ik hoop zo dat het goed is gegaan. Maar ik ga het over een paar minuten weten. Echt. Ah, zo erg dat je gewoon voor je kind nog zenuwachtiger kan zijn dan iets voor jezelf.
Zo, en ik heb mijn spreekbeurt gehouden op school. En het ging echt heel goed. Ja, je hebt er voldoende gehaald, hè? Ja. Dat vind ik echt wel heel goed. Ja. Ik ben de vierde. Vierde van de eerste. Ja, je was een van de allereerste uit de klas. Oh, ik zo wel. Dat is je muntje zeker? Ja. Nou, dan ligt die daar. Dat is die voor Noah. Ja. Kijk, ze zal toch nog alleen lopen. Ja, die was op de steppen. Zo raar om met z'n tweeën te eten. Dat doen we heel weinig. Meestal, als Sarah er niet is met eten, dan is Marco ook onverwachts weg. Oh. Ik ben mijn standaard kwijt, dus ik kan er helemaal niet hechten. We gaan lekker biefstuk eten zo. Dat maak ik eigenlijk niet vaak als Sarah er is. Want ik vind zij meestal vrij moeilijk weg te eten. We doen het nu soms. Hakken. Worden ze echt allerlekkerst. Worden ze veel knapperiger. Ze eten altijd gehakte krieltjes. Oh, kijk hoe lekker. Wij hebben Sarah net opgehaald. Heb je het leuk gehad? Ja. Ja? Alleen vind ik het jammer dat ik weg moest, want ik wilde zo graag blijven. Ja, maar gelukkig kan je nog veel vaker met Noah spelen, toch? Maar ik wil bij Snuffy blijven. Ja, Snuffy is leuk, hè? Ik wil nu dat ik een hond heb die Snuffy heet en precies Sarah, fit is. Voetganger. Ja, die is zo in het zwart. Ik zag opeens een gezicht. Je zag hem eerst ook niet, hè? Nee, ik zag hem ook toen hij zich omdraaide. Ja. Maar ik denk, deze wilde ik wel even zeggen. Want dit was een die je snel over het hoofd had kunnen zien. Die liep echt heel verdekt opgesteld. Sarah, waar we het wel net over hebben gehad met Julie. Stel nou dat ze een keer een weekendje weggaan of zo. En ze zouden oppas zoeken. Kijken ze of het bij ons uitkomt. Dat is wel leuk, toch? Dat Noah een weekendje bij ons zit. Nee, Snuffy. Nee, Snuffy. Als hun dan een weekendje weggaan of op vakantie gaan. En wij zijn gewoon thuis. Dan kunnen we... Als het dan bij ons uitkomt. Dat Snuffy bijvoorbeeld een weekendje dan bij ons is. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ik wil niet heel graag weer een hond. Omdat ik er aan vast zit. Yay, wij kunnen weer Married at First Sight kijken. We hebben wel maar één aflevering, hè? Eigenlijk zouden we een week niet moeten kijken en dan we er heel veel hebben. Maar ik wil ook geen week wachten. Dat is weer jammer. Hoe gaat nou die balk weg, die blauwe balk? Vanzelf. Kijk, hier zie je het hier zo, op de arm. Ja. Zie je? Ja. Maar hier heeft ze gewoon heel veel make-up. Daarom is het zo glad. Marco is al in bed en ik dacht... Dan ga ik nog even een klein stukje Velvet kijken. Want ik ga steeds meer naar, zeg maar, de grote ontknoping van alle seizoenen toe. En dan wil je zo graag weten hoe het afloopt. En een van die belangrijke punten, die komt bijna. Maar ik moet echt naar mijn bed en ik baal zo. Ik wil zo graag weten hoe het verder gaat. Maar ik ga op tijd naar bed. Die afspraak heb ik met mezelf gemaakt, dus daar ga ik me aan houden. Zo leuk, ik mocht van Sarah ook vandaag mijn schoen zetten. Ik ben dus heel benieuwd of ik morgen lief genoeg ben geweest. En nu ga ik lekker mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!